filmpje is een oproep aan alle politici van Nederland. Eerste, Tweede Kamerleden, provinciale bestuurders, iedereen die van invloed kan zijn op het stikstofdossier. Ik wil mezelf eerst even voorstellen. Mijn naam is Eke Volkerts. Ik ben bestuurder bij het NIJK. Dit is de belangenbehartiger voor de jonge boeren. En binnen dat bestuur ben ik verantwoordelijk voor de portefeuille bedrijfsovername. En het is juist deze bedrijfsovername die met de oplossingen zoals daar nu aan gedacht wordt in de knel lijkt te komen. Ik wil u dat graag uitleggen aan de hand van een voorbeeld van een lid van ons. Deze jonge boer die boert in de provincie Groningen. Hij heeft in 2015 geprobeerd een vergunning aan te vragen bij de provincie. Dat was niet nodig, werd hem verteld, omdat zijn uitstoot van emissies dermate klein was dat een melding volstond. Nou, sinds de uitspraak van de Raad van State zijn al die meldingen teniet gedaan en boert deze jonge boer dus zonder vergunning. Dat is ook de reden waarom hij zelf dit filmpje niet in kan spreken. Wanneer je met naam en toenaam in beeld komt en aangeeft dat je geen vergunning hebt, dan loop je het risico op een verzoek tot handhaving door de MOB. De oplossingen zoals deze nu op het kleed liggen, gaan geen oplossing bieden voor deze jonge boer. De eerste oplossing waar nu naar gekeken wordt is de varkenssanering. Nou, varkenssanering is niet van toepassing in de provincie Groningen. De tweede oplossing waar nu naar gekeken wordt is het uitkopen van piekbelasters. Er zijn wel een aantal piekbelasters in Groningen, maar niet bij deze jonge boer in de buurt. En de derde oplossing is de ruimte die collega-veehouders vrijspelen door het toepassen van emissiebeperkende maatregelen in hun stallen, om die te verschuiven naar de boeren met een melding. Nou zijn er in Groningen alleen al 223 boeren met een melding. Het zal dus niet snel zo zijn dat daar genoeg ruimte vrijgespeeld gaat worden door collega-boeren om al deze collega's te helpen. Daar komt ook nog bij dat bij monden van minister Schouten is ons de belofte gedaan dat het Rijk zou zorgen voor een oplossing voor al deze boeren die te goede trouw hebben gehandeld, maar die nu dus in een heel groot probleem zitten. Deze oplossing die nu dus uitgedacht wordt, komt niet bij het Rijk vandaan, maar moet bij collega-boeren vandaan komen. In de situatie van deze jonge boer die vlak voor zijn bedrijfsovername staat, is de conclusie nu als volgt. In het gesprek met de bank is gebleken dat zonder vergunning hij niet de financiering zal krijgen voor de bedrijfsovername en zijn bedrijfsovername dus onmogelijk is. Met dit pakket aan maatregelen lijkt het er ook niet op dat er ruimte vrijgespeeld zal worden om hem een vergunning te geven. En daarom deze oproep aan jullie allemaal. Alsjeblieft, gebruik jullie invloed, gebruik jullie kennis om het ministerie ook uit te leggen. Wij hebben het ook geprobeerd en wij zouden ook heel graag nog weer met het ministerie in gesprek gaan om betere oplossingen te denken dan zoals deze nu hier op tafel liggen. Dankjewel namens alle jonge boeren.